In deze video bekijken we de tweede proeftoets voor VWO Bovenbouw, versie L. Het gaat over basisvaardigheden, bewegingen, krachten, stofeigenschappen, systemen en cirkelbeweging. Dit is weer hoe docenten toetsen nakijken. Daar heb ik vorige filmpje ook iets over gezegd. Ga ik even skippen. Eerste situatie, LED. Een LED bestaat uit een puntvormige lichtbron P die gegoten is in een stukje doorzichtige kunststof met een breekinsnis van 2,3. Hier heb je P, dit is de kunststof en daaromheen heb je natuurlijk lucht. Breek dan de grenshoek van de doorzichtige kunststof. Oké, dat doe je met breekinsnis nodig. Dit moet gelden dat de sinus van de hoek van inval gedeeld door de sinus van de hoek van breking is 1 gedeeld door L. N, want je gaat van glas of van kunststof naar de lucht, dus naar 1 gedeeld door N. Die kun je natuurlijk omdraaien. Die kun je omkeren, dan wordt de formule N gedeeld door 1 is sinus R gedeeld door sinus I. Dat is hier gedaan. Die hoeken kun je opmeten. Ik zou eerst een raaklijn tekenen aan die cirkel hier. En daar dan loopt het op de normaal. En dan kun je de hoek van inval en de hoek van breking opmeten, die zijn 39 en 51, en stop in de formule. Sinus R en sinus I, nu vul je die twee waarden in, komt uit 1,2. Het is allemaal leuk en prachtig wat hier staat van de omschrijving, maar geeft helemaal geen antwoord op de vraag, want je moest de grenshoek bepalen. Oké, dat is dan de sinus van de grenshoek is 1 gedeeld door n, dus dat is 1 gedeeld door 1,2 is 0,83 en dan shift sinus of praxinus of inverse sinus, hangt af van je rekenapparaat, is 56 graden. Dat is de grenshoek. Ja, dus als deze hoek groter wordt dan 56 graden, dan heb je geen breking meer. Deze hoek is 51, dus je hebt nog wel breking. Merkwaardig. Nou, bekijk een LED met een bolvormige voorkant. M is het middelpunt van de bol. In figuur 1 zijn twee lichtstralen getekend die de lichtbron uit de lichtbron komen. In deze figuur 1 staat vergroot op de bijlage. Dat is deze figuur. Teken dan in de figuur op de bijlage het verderloop van de twee lichtstralen en breken daarvoor de hoek van breking. Kijk, dat is wat hier gebeurt. En hier deze hoek is dus blijkbaar inderdaad, dat is wat er hier gebeurt. Dan gaan ze dat allemaal uittekenen. Wat je in ieder geval moet doen is deze hoek opmeten. En dan kun je met behulp van deze breekinsnis kun je dan deze hoek opmeten. Dus in elk geval zal je van de lichtstraal van de normaal afbreken, want je gaat van een stof met breekinsnis 1,2 naar een stof met breekinsnis 1. Dus je breekt van de normaal af. Oké. Aan het eind van het filmpje zal ik nog wel even de berekening van deze erbij voegen. Oké, warmtepomp. In een koelkast wordt warmte onttrokken aan de inhoud van de koelkast die een lagere temperatuur heeft. De warmte wordt vervolgens afgestaan aan de omgeving van de koelkast die een hogere temperatuur heeft. Een apparaat dat warmte van lagere en hogere temperatuur kan laten gaan in de warmtepomp. Een warmtepomp voor het verwarmen van woningen trekt warmte aan de omgeving van een woning en staat warmte af aan binnen de woning. Omdat de afstaande warmte veel groter kan zijn dan de elektrische energie die nodig is voor het aandrijven van deze pomp, kan deze methode voordeliger zijn dan andere warmtesystemen. Een bepaald type warmtepomp bestaat uit drie gedeeltes. Zie figuur 2. Oké, dat is deze figuur. Een buitengedeelte verdampt in een buizenstelsel vloeibaar ammoniak, die hiervoor benodigde warmte wordt onttrokken aan stromend water, bijvoorbeeld een beekje. Nou, dit zal dan een beekje zijn. Hier heb je dan dat ammoniak natuurlijk in zitten. Binnenzuiger bevindt zich in een gaspomp. Deze zuigt ammoniak pomp aan en pers deze samen. In een buizenstelsel binnen de woning condenseert de ammoniakdamp. Daarbij komt warmte vrij en die wordt aan de woning afgestaan. Oké, hier zit die pomp en hier zal dan het afstaan van die warmte gebeuren. Oké. Het stromende water komt uit een beekje en wordt via een goot langs het buizenstelsel gevoerd. Er wordt zo'n per seconde 10 kubieke decimeter water met een binnentemperatuur van 4,2 graden Celsius langs de buizen met verdampende ammoniak. De verdampende ammoniak onttrekt per seconde 23 kilojoule warmte aan de stromende water. Breekt de temperatuur van het water nadat het buizenstelsel is gestroomd. Oké, dat doe je natuurlijk met de Q is MC delta T. De C van water kun je opzoeken in tabel 11 in de minus 4,8 tot de 5 joule per kelvin per kilogram. De massa die is 10. Een volume van 10 kubieke decimeter heeft ook een massa van 10 kilogram.
Dat staat er niet bij, maar dat is wel zo. Want de massa van water, de dichtheid van water is 1. Delta T moeten we juist een uitrekenen natuurlijk. En er gaat 23 kilojoule, dat is dus 23 maal 10 tot de derde joule in. Dus hier heb je de energie, hier heb je de C, hier heb je de massa, hier heb je delta T. Die is de enige die nog in de formule zit. Nou, dan moet je deze natuurlijk delen door die. Komt 0,55 graden Celsius uit. Wat wordt dan de temperatuur? Hij was 4,2 graden Celsius en er komt 0,55 graden Celsius bij. Dus wordt het 4,7 graden Celsius. En volgens mij gaat het voorschrift hier weer de fout in, want de temperatuur van het water is 4,2 graden Celsius. En dan wordt de energie aan het water onttrokken, dus dan gaat de temperatuur van het water niet stijgen, maar dalen. Dus dan wordt het niet 4,2 plus 0,5, maar min. Dus dan wordt het 3,7 graden Celsius. Dit moet dus een min zijn en dat wordt dus een 3. Degene die dit voorschrift heeft gemaakt, die had even een slechter moment, denk ik. Nou, de ammoniak heeft bij A een temperatuur van min 19 graden, dus dat is onder 0. En een temperatuur van 2,05 tot 5 pascal na het passeren van de gaspomp heeft de ammoniakdamp een temperatuur van 50 graden Celsius en een druk van 2,010 tot de 6e pascal. Beschouwt de ammoniak bij de volgende vraag als een ideaal gas. Dat betekent dus dat algemene gaswet geldt. Bereken de verhouding van de volumes bij A en B van de verschillende ammoniakdamp. Nou, eens even kijken. Dan moet je deze formule natuurlijk gebruiken. Druk maal volume van A gedeeld door de absolute temperatuur. Let op in Kelvin. Bij A en hetzelfde is gelijk aan hetzelfde bij B. Eerst even de temperatuur omrekenen van min 19 en van 50 naar Kelvin. Dus 273 erbij. Neem deze twee waarden krijg je dan. En de rest die is gegeven. Dus die ga je allemaal invullen. Hier wordt het gedaan. Hier wordt de formule even omgeschreven. Je mag hem natuurlijk gewoon helemaal invullen. En dan aan het eind uitrekenen komt hetzelfde neer. Nou, als je alle waarden invult en je stopt het in je rekenmachine, dan hou je natuurlijk alleen maar de verhouding tussen de twee volumes over. En die is dan 7,9. Dit zijn de twee drukwaarden, die stonden ook in het water. Die kun je gewoon opzoeken. Nou, hier wordt het dus omgeschreven, je mag het ook gewoon invullen. En dan kom je uiteindelijk op diezelfde verhouding uit natuurlijk. Vergeet niet om van graden naar Celsius naar Kelvin om te rekenen. Als je dat niet doet, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Nou, vervolgens gaat ammoniakdamp condenseren. Bij het condenseren van de damp komt per seconde in totaal 23 kilojoule warmte vrij. De temperatuur van de vloeibare ammoniak is ook 50 graden Celsius. De pomp heeft een elektrisch vermogen van 6,84 kilowatt. Het rendement van de warmtepomp wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de totale hoeveelheid warmte die door de gaspomp en de ammoniakdamp aan de omgeving wordt afgestaan en de hoeveelheid energie die daarvoor moet worden betaald. Bereken het rendement van de warmtepomp. Later bij de hoeveelheid warmte die vrijkomt doordat het ammoniak verder gaat afkoelen buiten beschouwing. Oké, amendement is wat dat nuttig is gedeeld door wat erin gaat. Nou is het hier een beetje apart gedefinieerd, want wat nuttig is, dat is dus zowel die 23 kilojoule van die condenserende damp, als natuurlijk het afgegeven vermogen van de gaspomp. Die worden hier boven bij elkaar opgeteld. En wat moet je daar aan energie in stoppen? Alleen maar de energie van de gaspomp. En die staat hieronder, dus dan kom je op een rendement uit dat hoger is dan 100%. 4,2 van 10 tot de tweede, dat is 440%. Dat is een beetje apart, maar dat komt natuurlijk door hoe dit hier de rendement gedefinieerd is. Dat is anders dan anders. Oké, gaan we naar de yo-yo. Yo-yo in figuur 3 zien we een yo-yo. Deze yo-yo bestaat uit twee cirkelvormige helften, verbonden door een as. Je ziet dat. Aan as zit een dun touwtje. Best van 3,9 cm lengte. We omwikkelen het touwtje op 3 cm na geel om de as. Aan het eind van het touwtje zit een lusje waardoor de vinger kan worden gestoken. Zie figuur 3. De jojo wordt nu losgelaten. Het touwtje wikkelt zich af tot de jojo op het laatste punt staat komen. Daarna klimt deze weer omhoog in het touw. Na het bereiken van een nieuw hoogtepunt gaat hij weer dalen. Dit op en neer herhaalt zich een aantal keren. Om de draairichting te kunnen volgen brengen we op een van de zijkanten van de jojo een pijl aan. Hier zie je dat. Als het jojo nu loslaat, gaat hij links omdraaien, dus tegen de klok in zo. Oké, dat is aangegeven. Beredeneer in welke richting de jojo draait als hij naar het laatste punt van het touw voor de eerste keer weer omhoog komt. Oké, hij komt dus beneden, hij draait dus linksom. Hij komt beneden, maar hij blijft natuurlijk gewoon linksom draaien. Dan gaat dit touw weer oprollen. Dat noem je traagheid, dat hij de hele tijd in dezelfde richting gaat doorbewegen. Dus hij blijft linksom draaien.
Nou, tijdens het omlaag gaan zijn er twee verschillende bewegingen aan de jury te onderscheiden. Een draaiende beweging om de as, rotatie, en de beweging langs de rechte verticale lijn van het zwaartepunt. We meten de tijd die van het zwaartepunt van de jojo gemiddeld nodig heeft om een bepaalde afstand naar beneden af te leggen. En deze resultaten zijn weergegeven in tabel 1. Dus afstanden in centimeter en tijd in seconden. Oké. Bepaal met behulp van deze tabel of de beweging over de eerste 80 centimeter in paren versneld is. De uitwerker heeft ervoor gekozen om de formule uit de binnenste te pakken. S en halve tekenen die we echt niet in het boek hebben. Maar goed, je kan deze formule gewoon nemen en daar gewoon punten in gaan vullen op verschillende plaatsen, zoals hier gebeurt. Hè. Voor de eerste die en voor deze, dat is het laatste punt. En dan breek je de versnelling erbij uit en zie je dat die constant is. Wat je natuurlijk ook kan doen, ik zal aan het eind van het filmpje even toevoegen, is dat je natuurlijk de gemiddelde snelheid gaan breken over bepaalde stukken. En dan kun je het ook zien. De snelheid V waarmee de jojo naadloos laten verticaal bewegen is als functie van de tijd weergegeven in figuur 5. Oké, dus dit is de snelheid zo. Ja, oké, ja. Dus een negatieve snelheid is waarin de grafiek betekent dat de snelheid omlaag gericht is. Oké, en een positieve is dat hij omhoog gericht is. Dus hier gaat hij omlaag, hier ook nog, hier gaat hij hier omhoog en hier ook nog. Oké. Een bepaalde lange duur voordat de jojo van de eerste keer van het laagste punt aan het touw bereikt. Nou, het laagste punt gaat de jojo over van een beweging met een negatieve snelheid naar een beweging met een positieve snelheid. Als de snelheid 0 is, dan is het laagste punt. Nou, waar is dat dan? Dat is dan hier, hè, op punt 1,48 seconden. Op deze 1,48 is de versnelling van de jojo 0,16 meter per seconde kwadraat omhoog. In figuur 5 is op het bijgevoegde antwoord papier nogmaals weergegeven. De massa van de jojo betaalt 85 gram. Bereken de grootte van de kracht die de jojo op deze 1,48 op de draagvinger uitoefent. Het laatste punt, daar moet de kracht natuurlijk overwonnen worden die te zwaartekracht is. Dat is MLG. En je moet een versnelling omhoog leggen van 0,16 meter per seconde kwadraat. Dat doe je dus met MLA. Die telt dus bij mijn kop. Hier gebeurt dat. De vinger is de resulterende kracht plus de zwaartekracht, dat is MLA plus MLG, is 0,85 maal, hier staat dat de 0,80, hier staat 0,16 is, begint irritant te worden, en MLG, de 9,81, oké, dus de berekening is op zich wel goed, alleen je moet 0,16 zijn, want dat zal ik even veranderen in het filmpje. Dus er komen drie correcties nog even in het filmpje, dus zo meteen. Hier is dan de eerste correctie, die hoort bij som 1 en dan moest je de grenshoek bepalen en hier berekent iets heel anders. Hier is het dus opgeschreven, de sinus van de grenshoek is 1 gedeeld door de brekersindex, 1 gedeeld door 1,2 is 0,833. En dan met de rekenmachine blijkt het dan met shift sinus of arc sinus of inverse sinus van die 0,833 waarde, 56 graden is dan de grenshoek. Deze is dan de correctie van opgave 3. Hè. Er werd warmte onttrokken aan het water. Dus het water gaat niet stijgen temperatuur, maar gaat dus dalen. Dus de temperatuur was 4,2. Het temperatuurverschil wat berekend was 0,55. Die moeten dus af en niet erbij, zoals hier relatieflijk staat. Dus dan kom je uit op 3,7 graden Celsius en niet op 4,7 graden Celsius. Als je water aan iets onttrekt, dan daalt de temperatuur. De temperatuur stijgt niet, zeker niet. Goed, als je een eenparig versnelde beweging hebt bij 7, dat betekent dus dat als je hem opdeelt in twee stukjes die even lang zijn, hè, dan is het zo dat de gemiddelde snelheid over het eerste stuk half zo groot is als de gemiddelde snelheid over het gehele stuk. Nou, dat heb ik hier gedaan. We kijken eerst naar de eerste 0,68 seconden. Dan leg je 20 meter af, dan is de gemiddelde snelheid dus 0,29 meter per seconde. Dan kun je narekenen. En als je kijkt voor het stuk van 0 naar 1,37 seconden, als je dan de gemiddelde snelheid uitrekent, dan is dat de dubbele ervan, zoals je hier kan zien. En dan is de snelheid dus constant. Wat ook zou kunnen, is dat je een ST-grafiek maakt en op twee plaatsen, op die twee tijden, 0,68 en 1,37, de momentane versnelling bepaalt. En die moet dan ook twee keer zo goed zijn, die laatste dan met de eerste. De laatste correctie dan nog op het voorschrift, die 0,80 die hier origineel staat, is vervangen door 0,16 zoals hier staat. Voor de rest is het hetzelfde gebleven, je komt daaruit op niet 0,084. Dan 0,84, niet 0,84. Oké, sorry voor het gedoe, maar ja, het is het niet anders.